Is pumpkin season voorbij? Ik weet het niet zo goed. Halloween is voorbij. Moet mijn pompoenpan terug de kast in? Ik heb zo'n Le Creuset pompoenpan. Ik zag hem op heel veel van die meme-pagina's. Dat er werd gezegd van... I don't want this. I just want a Le Creuset pumpkin pan. Die hebben wij dus gekocht een tijdje terug. Oh my god, zo blij mee. Hoe leuk. Nieuwe traditie geboren. Wanneer pumpkin season begint, komt de pan eruit. Maar nu is Halloween voorbij. Moet ik de pan in de kast zetten of niet? Ik dacht, ik vind het ook wel wat hebben dat je hem maar 2 maanden eruit haalt. Net als met kerst. Ineens begrijp ik ook oma met speciaal servies. Dat je denkt, ja, I get it. It's so cute. Het is zo, zeg maar, een leuke traditie of zo. Ja, ik ga het missen. Ik heb nog wat pumpkin spice die ik had gemaakt. Dat gebruik ik stiekem het hele jaar door. Maar ja. Goed, ik ga me klaarmaken. Ik heb zonnebrandcreme nu op. En primer. Ik heb zo meteen gekeken bij het ziekenhuisafspraak. Daar zal ik sowieso meer over vertellen in onze podcast. Dat filmen we later en daar gaan we dit gewoon vertellen allemaal. De vorige podcastaflevering weer op 1 gekomen. Oh my god. Als je dit kijkt is de tweede ook online. Alleen die is wel, wij vonden allebei, die hebben we best wel abrupt afgekapt of zo. Ik weet niet, ik had er bij het editen allebei hetzelfde zo van... Waarom kapten we die nou zo abrupt af? Waarom hebben we dat gedaan? Misschien dat die al heel lang duurde. Er is ook zoveel meer nog te vertellen, maar ik heb zoiets van misschien voor de toekomst. Niet deel 3, maar gewoon delen, verhalen, dat soort dingen. Ja, als mensen het leuk vinden, hè? Want er is steeds zoiets van, volgens mij vinden mensen wel interessant, maar hoe ver vinden mensen dat interessant? Ik hou van juicy onderwerpen, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen overal op zit te wachten, zeg maar. Right, ik heb mijn haar gewassen. Ik ga me denk ik eerst even opmaken en dan mijn haar doen. Dan droogt het lekker veel aan de lucht al. Scheelt er met hitte, met feunen. Zo. Ik gebruik nog steeds elke dag de remix, de double wear. En dan heb ik de kleur 1 en 2. Dat is mijn lichte kleur. En 4 en 1, dat is mijn donkere kleur. En elke dag ben ik weer zoekende naar de goede kleur. Want je denkt dat je het weet, maar eigenlijk is de tint op je huid gewoon elke dag anders. De ene dag ben ik wat lichter, dan wordt het donkerder. Ik heb gisteravond een drupje zelfruiner gebruikt. Nou, dan kan ik niet meer de allerlichtste kleur gebruiken. En zo blijf je spelen. Dus zo is mijn hoofd een andere kleur dan mijn lichaam. Heel gek. Goed. Cream blush. Rare Beauty. We zijn, normaal zouden we nu dus mee naar Amerika gaan. Maar dat hebben we allemaal niet gedaan voor met Gregor's vlug. En we beseften ons dus net, het is dus net Halloween geweest, we dachten, oh, het was toch wel heel erg leuk in Amerika. Het wordt hier ook wel gevierd, bij ons wat minder hier, maar het is er wel, maar niet extreem of zo. Terwijl ik weet dat in sommige delen in Nederland wordt het dus heel groots gevierd, vet leuk. Dus we hadden zoiets van, zullen we volgende keer weer kijken of we in Amerika kunnen zijn. Het was gewoon zo leuk om langs die huizen te gaan en zo met Mila. Toen beseften we ons dat de volgende keer zij al op de basisschool zit. Dan zit je groep 1. Oké, dan ben je nog niet leerplichtig. Nou, toevallig valt de herfstvakantie wel in Halloween-periode. Maar je mag dan nog, zeg maar, om de vakanties heen. Dan kan je op vakantie, zeg maar. Dat zegt iedereen. Van, ja, dat moet je ook vooral doen. Want anders zit je, daarna zit je, weet ik veel, 15 jaar vast aan leerplichtigheid. Maar toen dachten we, oké, nou, dat komend jaar zouden we dus kunnen gaan. Toen keken we naar de jaren daarna en geen enkele keer valt Halloween in de herfstvakantie. Dus wij, oh my god. Dus toen ging ik helemaal voor elk jaar googlen van oké, okay, herfstvakantie 2025, 26, 27. Pas in 2031 is er weer herfstvakantie dat tot 2 november gaat in Noord, want wij wonen in Amsterdam. Wat betekent dat zij een jaar of, als het goed is, ze 11 dan? Wat betekent dat ze 11 is, kunnen we weer Halloween in Amerika vieren? Oh my god, dat is echt, dat, wat? Dat is, dan zit je groep 8 of zo, toch? Zit je groep 8? Ik weet nog dat ik op mijn 11 naar de brugklas ging, dus ergens er tussenin. Wat? Dus dat betekent dus dat volgend jaar eigenlijk onze voorlopig laatste kans is dat we naar Amerika kunnen gaan met Halloween. Ja. Bammer. Als in, maar laten we maar best van maken, dus dat moeten we gewoon zeker doen. We moeten gewoon onze eigen huis alvast boeken voor dan. En er gewoon zijn. Zo, poedertje. Nee, maar ik vond het wel heel leuk. Nog steeds. Het was niet extreem actief hier, maar het was wel heel,
heel cute allemaal. We hebben ons huis extreem gedecoreerd. Dus dat kregen we dan heel leuk om te doen. En ook met de kerst, dat is echt zijn ding. Dan gaat hij het huis helemaal cute maken en zo. I love it. Zo leuk. Soms vragen mensen zich af waar ik naar kijk als ik zo opzij kijk. Letterlijk ook comments gehad van, are you okay? Gaat het, dit, dat? Het is goed. Alleen, ik heb hier dus twee ramen. Daarbij heb ik ook deze kamer uitgekozen. Ik ben letterlijk, toen wij dit huis inliepen, ben ik gaan kijken van, Oké, waar is het licht goed om te filmen? Ik wil gewoon natural light. Dat heb ik nu. Raam. Balk in het midden. Daar staat de camera. En hier zie ik dus net de mensen lopen. En zitten en chillen. En soms kijken mensen ook omhoog. Best wel vaak eigenlijk. En dan soms als mensen te lang zitten te kijken, dan kijk ik nog even zo van, hey. En dan zie je al echt, ik zit te staan, weet je wel. Dus dat. Meestal is dat de reden dat ik, of omdat ik gewoon afgeleid ben. Ik zag net iemand met een hondje lopen. Ik dacht, wat een cute hondje. Maar goed. Oei, ik heb nou niet mijn glow mix gedaan die ik vorige keer deed. Die was zo mooi geworden. Goed, misschien is dat meer voor een feestje. Wenkbrauwen. Mijn haar is aardig droog aan het worden. Maar ik ga toch even een beetje, klein beetje aan de lucht laten drogen. Ik heb het idee dat mijn haar zomaar zeiknat is. En ik ga het feunen. Nou, dan ben je gewoon 3 kwartier langer bezig. En voor wat? Voor de extreem grote hoeveelheid water die eruit komt. Terwijl dat niet per se nodig is. Niet bij mijn haartype in ieder geval. Ik kan me voorstellen dat het verschilt per haartype. Zo. Zo. Deze had ik dus in New York gekocht. Bij de MAC Store. Dus misschien ook leuk om te laten zien voor mijn wenkbrauwen toen. Ik gebruik echt een heel klein beetje. Dit is hoeveel erin zit. Of hoeveel eruit is, kan ik het zeggen. Helemaal niet zoveel. Het is Give a Glam van MAC. Die is mij toen geadviseerd. En toevallig dus ook door iemand bij de comments. Dat was ook heel grappig. Omdat deze heel erg lijkt op de donkerbruine tint van Physio doosje. En ze had gelijk. Het is echt een goede kleur. Zo. Ken je dat? Dat je wenkbrauwen doet en dat je denkt, dat heb ik vandaag. Ik heb trouwens een nieuw microfoon op deze camera. Benieuwd wat je ervan vindt. We hebben de podcast set nu ook gekocht zelf. Met betere microfoons. Ik ben heel erg aan het puzzelen ermee. Ik twijfel nog om een podcast mic hier neer te zetten bij het opmaken. Maar ik denk dat het te veel tik wordt met alle producten en zo. Ik denk dat het beter deze. Ja, dit is een technisch dingetje natuurlijk. Het is wel lekker om je stem. Maar dan, ik vind dan meer voor een video waarin je echt alleen praat. Of bijvoorbeeld ASMR video. Trouwens lang niet meer gedaan. Wil je iemand weer eens een keer een ASMR video? Let me know. Ik ga. Ik zag een filmpje laatst van een make-up artist. En die deed dus dit. Die deed in principe, wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik mijn hele waterlijn inkleur. Zo, boven. Zij deed dus alleen hier een puntje. Zo, ik ga het vergelijken met elkaar. Zij deed zo. En dan pakte ze dus haar kwastje, waar ik dat dus ook mee doe. Dus zo'n kwastje. Zo een. Kijk, ik doe dus normaal zo. Poep. Flik ik hem naar buiten. Ik doe het even op mijn manier. Dat is dit. Nog dichterbij. Ik doe zo. En dan heb ik een kleine mini wing. En zij deed echt alleen dat puntje. Beetje hetzelfde. Alleen ik heb in mijn fysiopleiding wel geleerd hoe belangrijk het is om dit ook te lijnen. Want je ziet wel verschil. Je wimpers lijken wel voller zo. Ja, nee, ik moet hem echt lijnen. Ik heb toen best wel, als ik het niet deed, kreeg ik wel op mijn kop. Of nou ja, kreeg ik wel te horen dat het mooier was met. En dat kloffetje, je ziet zeg maar heel goor dit, maar dat vlees zie je dan op je ooglid. Als je zo doet, wordt het gewoon een diepere ooglook. Dus dat is een tipje. Ik ben geen make-up artist natuurlijk, maar ik heb wel de lessen gevolgd bij Bee destijds. Zo. Ik
Mis mijn kleine mini-kwastje. Ik denk dat ik hem opnieuw moet kopen. Ik ben hem echt kwijt. Ik heb geen idee waar die is. Daarmee ging ik altijd zo'n beetje smudgen. Verder heb ik zin om... Ik twijfel of ik deze tartletdoosjes wil houden of niet. Ik ben er eigenlijk niet zoveel meer mee. Kijken naar denk ik, oh ja, leuk. Oh ja, leuk. Ja, nou, laat ik eens een kleur pakken. Maar het is niet alsof ik ze elke dag gebruik. Deze ook voor Morphe. Maar het is zo heerlijk om te kopen. Ja, ik zeg maar gewoon, het is zo heerlijk om te kopen. Ik vind ze gewoon zo leuk. Oeh, ik ga deze weer eens gebruiken. Ik hou wel echt van die roze tinten en zo. Ik doe het gewoon te weinig. Zo. Och, weet je nog, een hele regenboogcreaties maakt op onze ogen. Oh, als je nu bij Judica's video's terugkijkt van vroeger, jongens, echt. Stop. Oh, zo. Ik wil trouwens even nieuwe suggesties voor YouTubers die je leuk vindt om te volgen. Ik weet wat er gezegd wordt. Ik weet dat TikTok meer een ding is nu. Ik weet dat mensen minder echt YouTube-video's kijken. Ik kijk zelf wel nog heel veel YouTube en ik ben heel erg... Ja, dit is echt zo'n guilty pleasure. Maar ik vind dus echt van die families met echt 80 kinderen en dan gewoon zo'n farmhuis en dat soort dingen. Vind ik echt heel fascinerend. Ja, ik word er gewoon, dan denk ik van, dit ben ik niet. Maar ik vind het gewoon wel leuk om te kijken. Ik ga die trouwens hier doen. Maar dat soort dingen vind ik op dit moment heel leuk om te volgen. Het zie ik veel in mijn ogen. Gewoon eigenlijk moederdingen en zo, dat vind ik sowieso leuk. Soms twijfel ik of ik meer content daarover moet maken. Maar I don't know, ik weet niet man. Ik deel gewoon tussendoor dingetjes. In vlogs of niet. Het is wel echt mijn nummer één ding in het leven, weet je, dat ik moeder ben. Ik snap dat gewoon, dat mensen dat zeggen en voelen. En zo voel ik me ook. Het is gewoon belangrijk wat er is voor mij. Soms twijfel ik. Moet ik dan meer content over maken of niet? Maar, ja, I don't know. Ik weet het niet. Zo. Bij moederschap horen ook pieken en dalen en dingen. En soms deel ik dingetjes in vlogs, bijvoorbeeld over slaap of zo. En dan krijg je al best wel veel... Ja, reacties daarop met adviezen en dingen, denk ik weer. Ja, dit is de reden waarom ik dus niet alleen over moederschap of ouderschap of iets doe. Want daar vinden me heel veel mensen wat van en zo, weet je wel. Het is best wel een lastig topic soms, hoor. Ook in hoeverre, wat doe je wel of niet? Want er zullen altijd mensen zeggen, nou, bij mij gaat het allemaal perfect. Niet eens publiekelijk. In de DM krijg je dan dat soort berichten. En dan hopen mensen je misschien onzeker te maken of zo. Maar goed. Klein beetje highlighter. Ik ben echt een beetje aan het stoppen met highlighter. Als in met poeder highlighter, merk ik. Klein beetje, maar een klein beetje. Zo. Goed. Ik had deze blush gebruikt trouwens. Het gaat allemaal zo op automatische piloot tegenwoordig. Wimpers krullen. Ik kreeg een comment van waarom laat je ze niet een keer liften? Dat doe ik eigenlijk nou, best wel regelmatig. Wimpers en wenkbrauwen dan. Alleen degene die ik het doe, die is nu met zwangerschapsverlof. Zoals zij weer terug is, ga ik wel weer. Ik heb mijn wenkbrauwen één keer laten laminaten ergens anders. Dat had ik nu dan weer gedaan. Maar ik mis gewoon wel mijn fave. Dus ik wacht op haar. Mascara. Zo. Ik had zoiets interessants gisteren gedaan, jongens. De kippen fashion. Kippen. Je bent een kibbetype. K-I-B-B-E. Moet je even googlen. Dat is dus van een boek van een man. En die heeft... Een methode waarbij je kijkt naar wat voor type je bent. Niet zozeer appel of peer of dat soort dingen. Want nou goed, dat is wat wij allemaal wel kennen. Maar een kibben body type. En dat gaat heel erg over, oké, ben je lang en is je hoofd groot? Of is je hoofd juist klein vergeleken met je lijf? En zijn je schouders hoekig of zijn ze rond? Zeg maar, het was echt, ik voelde gelijk dat ik dacht, hé, dit is echt veel meer waar ik me aan kan relaten. Want ik heb bijvoorbeeld een heel groot hoofd vergeleken met mijn lijf. En nog wel meer dingen. Dat ik dacht, dit klopt wel. En dan heb je dus allemaal types. En bij mij kwam er dus uit dat ik een beetje een romantic type ben. Dat klopte wel, voor het grootste deel. En dan kijk je naar de tips van dingen die je moet dragen en zo. En dat er bij mij stond er bijvoorbeeld dat ik heel erg flowy, zacht. En met kleine bloempatroontjes en gewoon rustig. En toen dacht ik, dat is wel inderdaad. Ik voel me daar wel... Het staat me wel of juist hele...
powerkleuren, zoals donkerpaars, weet je wel. Dat vind ik ook heel mooi. Maar ik vond het heel fascinerend, ook qua stijl en zo. Ik dacht, en toen hadden we hem voor Gregor gedaan en daar kwam... Hij is soft classic en ik ben romantic. En bijvoorbeeld wat ik heel interessant vond, met hoofdvormen en zo, zeg maar, als ik kijk, romantic. Bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio is ook romantic. En ik, I get the... We hebben inderdaad die... Als ik naar hem kijk, denk ik, ja, same vibe qua... Nee, niet qua uitstraling. Nee, qua fashion is of zo. Ik weet niet, met dat hoofd, met die vorm en zo. En die van Gregor, dat is bijvoorbeeld Jude Law en zo. En dat heeft dan ook weer te maken met hoe zacht je bent en dat soort dingen. En dus, of ben je zo heel erg droog getraind of juist niet. En ik weet niet. Ik vond het wel interessant. Ik had trouwens die romantic die ik heb, dat Beyoncé heeft dat blijkbaar ook. Dus, I mean, I'm not Beyoncé, maar ik kan wel stiekem kijken wat haar beste looks zijn. En daar gewoon inspiratie uit op doen. Zij draagt volgens mij alleen niet echt hele zachte kleuren. Nou, trouwens, dat weet ik eigenlijk niet. Nu het zegt, ze houdt ook wel van felle power suits volgens mij. Power colors. Anyway, dus dat is heel interessant. Zoek dat vooral even op. Als ik een tip mag geven. Waar allebei zoiets van, oh, interesting. Mascara zit erop. Highlighter, mijn lippen. Ik heb een nieuwe van Huda. Buttercup. Nieuwe lipkleur. En dan doe ik natuurlijk Pillow Talk. Zo. Inkleren. En dan deze. I mean, pretty. En ik heb iets nieuws wat ik nu steeds doe. Gewoon echt mega veel poeder. Ik doe gewoon poeder, poeder, poeder. Hij is bijna op. Ik denk dat ik die van La Roche-Posay ga kopen weer. Maar als jullie nog suggesties hebben voor een goede die niet wit weerkaat met flitsen. Die gebruik ik natuurlijk vaak voor events. En dan word je met flitsen op de foto gezet. En dan krijg je straks zo'n witte waas, weet je wel. Dus ik moet echt iets hebben wat goed fotografeert. Ik vind deze is oké, die van Rare Beauty. Maar het is oké, zeg maar. Ik heb heel lang die van Dior ook gehaald. Die ook wel fijn. Ik zag dat Makeup Forever ook goede heeft voor een hele vette huid. Alleen die zou dan weer heel erg weer kaatsen. Nee, dat hoeft voor mij echt niet. Dus tips zijn weer wel cool. Ja, oh, en ik twijfelde heel erg om die van Kryolan weer te halen. Weet je wel, die grijze pot die ik ook voor Visagie toen deed. Alleen die verpakking is gewoon zo slopend. En hij is best wel plamuur. Hij is goed voor shoots en dat soort dingen. Maar voor everyday is die heel plamuur eigenlijk. Dus ik wil iets meer natural. Dus tips zijn welkom. En ik heb nu de Airbrush... Flawless Setting Spray als finish. Dat is mijn nieuwste. En dan ga ik nu mijn haar doen. Ik heb gewoon gewassen met shampoo. Geen conditioner gedaan. Ik heb weer eens een keer voor de afwisseling. Ik heb namelijk het idee als ik geen conditioner doe, dat mijn krullen echt 80 keer langer blijven zitten. Dus laten we het gewoon gaan. Dus laten we het gewoon gaan testen. Ik fiets wel. Alles en mijn haar wordt elke dag nat. Dus ik weet echt niet waarom ik dit mezelf aandoe nu. Maar laten we het gewoon gaan doen. Een beetje blow dry primer erin. En even een keer met de gewone borstel. Ik doe dus deze kop er nu op. Mijn airwrap. En daarmee ga ik het even feunen. Doen we op zijn kop of niet? Misschien wel. Ja, let's do it. Vastzetten. En dan ga ik nu een krultang pakken. Ik ben de laatste tijd deze heel veel aan het gebruiken, maar ik heb ook die idee dat mijn haar weer meer uitzakt. Dus ik weet niet of die nou achteruit aan het gaan is of niet. Het is een basic Remington tang. Ik weet het niet zo goed. Ik heb de tijd. We gaan even deze doen.
Zo. Ik heb laatst mijn oude Cheeto weggegeven. Die, weet ik weer? Die, nou, dit zegt al genoeg dat ik niet eens meer weet hoe die heet. Met die opzetstukken. Die heb ik echt 1000 jaar gehad. Zo. En met heel veel liefde gebruik. Maar ik dacht van, ja, ik pak hem nooit meer. Ik pak altijd deze. Die is ook echt al jaren oud. Maar ja, weet je. Het is altijd, je bent altijd aan het spelen met wat je wel niet gebruikt. Maar ik merk gewoon, deze vind ik chill. Mijn Airwrap vind ik chill. Stel het dan voor krullen. Doe ik ook nog steeds heel vaak. En zo, ja. Ach. Zo. En dan zo. Zet die alvast aan. Wat is jullie favoriete haarborstel eigenlijk? Ik heb dus mijn Mason. Die ik ook al 1000 jaar heb. En ik heb deze platte, waar echt geen idee die van is. Dit gebruik ik vaak. Deze gebruik ik eigenlijk vaak als ik mijn haar stijl wil feunen. Of als ik snel doorheen wil borstelen. En die Mason is ook super chill. Is meer voor styling. Zo. Zo. En dan zet ik dit vast. Dan zijn we bijna klaar voor de dag. Hoppakee. Zo. Zo, lekker ruw een beetje. Kun je nog meer op doen of niet? Nee, denk ik niet. 1 inch dan. Weet je waar ik weer heen wil? Naar de Afro-winkel, Afro-Indian Market Den Haag. Als ik weer naar Den Haag kom, wil ik daar echt wel heen. Ik vind het echt zo'n geweldige winkel. Dat was echt het begin van Beauty Quills. Weet je nog, de Afro-winkel Den Haag? Mensen kwamen toen echt uit heel Nederland naar Den Haag, naar die winkel. Ik vind het zo good. Ik wil echt weer heen. Ik mis ook gewoon die sfeer daar en zo. Soms vragen mensen of we Den Haag wel eens missen. Meer dat soort kleine dingen zoals dat. Dus ik mis, nou ja, dat. Ik vond de tijd in New Babylon echt fantastisch. Maar dat is meer een soort van levensfase. Dat is de fase zonder kinderen. En dat de helft van je vrienden nog studeert. En dat je gewoon echt heel veel aan het hangen bent vooral. En nog niet echt bezig bent met gezin. Of weet je wel, dat soort dingen. Je hebt nog geen hypotheek. En dat is gewoon meer levensfase. Dat wij hadden gewoon elke zaterdag een feestje in ons huis. Weet je, dat... Wat een tijd. The good old days. En nu gaan we op tijd naar bed. Doen we onze Miracle Morning. Oh, daar zijn we nu denk ik 2 weken mee bezig. Dat is misschien ook leuk om te vertellen. Dus Miracle Morning, dat is dat je extra vroeg opstaat. En yoga, meditatie, schrijven, lezen, visualisatie, affirmatie. Dat doe je allemaal. En dan begint je dag al zeg maar op jouw manier. Dat is op zich... Ik moet zeggen, ik ben geen ochtendpersoon. Ik ga het ook echt niet worden. Ik merk het nu al. Als ik doe het 2 weken, denk ik, verandert dit. Nope, het is, ik vind het nog steeds vreselijk om vroeg op te moeten. Maar het creëert inderdaad een soort goede start van de dag. Versus dat je zo gehaast je dag begint, zeg maar. Maar ja, ik moet wel ervoor waken wel tijd naar bed te gaan. Want ik ben dus iemand die kan... Met een gerust hart 2:30 pas in bed liggen. Want ik ben zo lekker bezig op de computer s'nachts. Want s'nachts, dan slaapt de hele wereld. En s'nachts is het me-time. En dat heb ik al, zolang ik me kan herinneren, heb ik dat al sinds ik tiener ben. Ik vroeg het laatste in een vlog, vroeg ik zo van ja, weet je, wat is met tieners? En is het echt zo erg en zo? En toen reageerden heel veel mensen superleuk. Ook met uitleg. Nou, het is gewoon reflectie heel erg van jezelf. En het enige, ze slapen zo ongelooflijk lang. Ze kunnen soms gewoon tot 1 uur, 2 uur in bed liggen en zo. Het enige dat ik denk, ja, dit had ik ook. Maar dit is voor mij gewoon... Nou, dat tot 1 in bed liggen, dat sowieso niet. Maar ik ben nog steeds tiener Marcia die tot 3 uur s'nachts op de computer dingen aan het doen is. En dat is letterlijk hoe ik eigenlijk mijn bedrijf gebouwd heb en zo. Weet je wel, man. Dan werkte ik. Nou, liep ik stage fulltime. Dan werkte ik. En s'avonds tot in de nacht ging ik mijn ding online doen. Dat was altijd mijn leven. Dus ik heb het eigenlijk gewoon nooit anders gekend of gehad of zo. En dan 's ochtends natuurlijk. Toen kon je nog vroeg opstaan en frisse fruitig in de collegezaal zitten, weet je wel. Of op kantoor of whatever. Maar ja. Naarmate je ouder wordt, heb je daar de energie niet meer voor. Dus ja. Proberen gewoon een beetje op tijd op bed te liggen. Maar ik ben nog steeds geen ochtendmens. Nee. Ik geloof echt wel dat je dat kan worden.
Maar ik lever daardoor wel mijn avond me-time in. En die is heel kort. Dat heb ik nu heel erg. Dan ligt de kleine op bed en dan gaan we best wel een beetje op tijd naar bed. En dan denk ik, ja, het liefst zou ik nu nog beginnen aan een film of zo. Of op de computer wat doen of zo. Ik kan me ook gewoon niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst echt een serie heb gevolgd. Ja, BNB Liefde trouwens. Maar ook 10 afleveringen of zo. En daarna dacht ik, ja, ik heb geen tijd voor. Sowieso serieaanraders. Please. Wie heeft een leuke serie waarvan ik zeg maar 1 aflevering per dag kan kijken en daar lekker mee ben. Want dat binge-watchen en zo, nee. Dat is niet aan mij. Maar gewoon 1 aflevering af en toe tussendoor of zo. Zo, ik probeer nu ook 's avonds te lezen. Dus ik heb dan dat Britney-boek ben ik 's avonds beetje bij beetje aan het lezen voor het slapen. Want ik heb een keer gehoord dat het dus... dat je dus niet... Kijk, zelfhelpboeken en zo zijn nice. Dus bijvoorbeeld The Miracle Morning en zo. Maar dat je voor het slapen beter iets kan lezen wat niet een zelfhelpboek is, maar meer... Of entertainment. Of weet je wel, zo'n levensboek van iemand of zo. Dat je daardoor gewoon heel erg tot rust kan komen, je brein. Want zelfhelp, dan ben je zelf dit aan het activeren en nadenken over dingen. En dat makes sense. Dus een beetje net als memes, scrollen voor het slapen. Dan zit je ook je brein, zeg maar... dof te maken of zo, omdat dit gewoon, ja, entertainment. Nou is dat boek van Britney natuurlijk wel een beetje sad. En het is ook niet fictie. Maar toch. Zo. Krulli, ik heb altijd meer haar aan deze kant. Terwijl ik slaap op die kant, dat is toch raar. Nou, zoals Mila soms zegt, zo grappig hoe ze dan quotes van ons overneemt. Oh, ze is zo leuk en schattig. Ze zegt toch soms van die zulke schattige dingen. Kan ik je ergens bij helpen? Doe rustig aan, hè. Weet je, van die dingen dat je weet van, oké, dit heb jij van ons overgenomen. Maar ik vind het gewoon zo lief. Een lievertje. Heb je ook, als je dan die stoom van die tang af ziet komen, dat je echt een beetje nerveus wordt van, am I burning myself? Ik weet dat dit product is, wat nu verdampt, maar toch. En ik ben laatst een paar keer ben ik dus mijn rollers heel erg aan het gebruiken om mijn haar in te zetten, in te rollen, om vast te zetten. Ik heb het idee dat als ik dus die rollers gebruik, dat het minder lang gekruld blijft. Ik weet niet waar dat dan ligt. Dat als ik het dus zo laat hangen, dat het dan misschien beter in elkaar gedraaid blijft of zo. Ik weet niet of anderen dit ook herkennen, want ik vind... Voor volume en zo zijn die rollers top. Maar toch, dezelfde tang die ik zonder rollers doe, blijft beter zitten. Lijkt het wel. Maar goed, het kan aan van alles liggen. Ik kan ook liggen aan vocht in mijn haar of de prep of whatever. Ever. Waarom is deze nou niet gekruld? What is happening? Dit is 1 pluk die... Nou, dat is een zonde, hè? Dan ga je zo'n mini plukje. Die moet je eigenlijk net zo lang... opwarmen. Nee, dat is trouwens niet waar. Want als hij minder dik is, dan is hij sneller klaar. Oké, okay, nou. Dan. Zo, de bovenkant. Zo. Hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Zo. Zo. Weet je wat ik trouwens ook echt mis? Oprah. Tenminste, Oprah. Zeg maar, als ik soms weer eens wat over haar hoor of zo, dan denk ik, zij is zo'n freaking leidraad geweest in mijn ontwikkeling. Ik heb zoveel geleerd van de Oprah show. Ja, ik weet niet of het een millennial ding is. Of, zeg maar, dan kwam ik thuis en om 3 uur was Oprah op RTL 4. En dan ging ik het altijd, elke dag de week keek ik het. En het was zo leerzaam. En ik vond trouwens die ander ook heel leuk. Ik weet niet, was het Jackie of zo? Of... Met zwart haar, zo'n vrouw. Die vond ik ook altijd wel leuk. Zo'n talkshow. Ja. Het is gewoon super interessant. Weet je wel, dan ging het over kidnappen of dat soort dingen. Is dat een beetje waarom we nu van die podcasts luisteren over dat soort zaken? Dat ze dat gewoon toch heel erg interessant vinden. Want het was toen ook al, weet je wel. Dan ging het over of er had iemand een auto-ongeluk gehad. En dan wat er allemaal gebeurde. En... Er zijn een paar van die Oprah afleveringen die hebben gewoon echt zo'n indruk op me gemaakt. Net als bijvoorbeeld 1 aflevering die ging over dat een gezin 3 kinderen had. En die waren alle 3 los van elkaar op een andere manier overleden. Het was zo zielig.
Gewoon echt, de een had kanker gehad en de ander had een ongeluk gehad of zo. Maar gewoon alle drie gewoon echt bizar. En ze zagen op een gegeven moment ook, wisten niet meer wat ze moesten doen. Het was helemaal heel zielig. En toen waren ze een bepaalde leeftijd. Dus ze dachten, ja, willen we nog kinderen of niet? En toen waren ze al wat ouder. En toen zijn ze dus voor IVF gegaan. En toen hebben ze gewoon een drieling gekregen. En dat was precies hetzelfde als wat ze hadden daarvoor. Dus ze hadden iets van twee meisjes en een jongen of zo. En toen was het dus ook twee meisjes en jongen. Dus echt een soort van miracle story. Maar het is bizar toch. Maar dit soort verhalen, dat blijf je. En de opa heeft ons echt geleerd. Never let them take you to the second location. Dus als je dan ontvoerd wordt of iemand neemt je mee, laat ze je nooit meenemen naar een tweede locatie. Dus eigenlijk, jouw ontvoeren is natuurlijk al tweede locatie. Maar bijvoorbeeld, als je in een winkel bent of iets en iemand zegt, ja, loop anders mee, daarheen, dit, dat, don't do it. Don't do it. Echt, ja. Er is sowieso heel veel over, het ging best veel over vrouwen en veiligheid en zo. Het heeft ons echt wel geleerd dat je gewoon moet oppassen. Helaas is dat zo, dat wij vrouwen het moeten oppassen. Zo. Oh, ik mis deze kleur. Ik heb nog niet meer gehad zo. Nu komt het vervelendste stukje. Namelijk dit wat bij mij altijd gek zit. Zo. Het stukje wat ik van Jet heb geleerd. Dat je dan dit stukje zo een beetje glad maakt. En voilà. Dan deze kant. Maar goed, ik mis opa dus. Ik wil gewoon weer dat. Ik vind zo'n talkshow met publiek eigenlijk gewoon hartstikke cute. Het hoeft niet meer tegenwoordig, hè? Maar ik vond het wel wat toevoegen. Weet je wel, dat je dan dames uit het publiek had die een vraag stelden. Oh, weet je waar ik het ook leuk vond? Bij Jerry Springer. Dat op het einde had je altijd die dismomenten. Zo had je Jerry Springer en dan, nou, had je, you cheated, blah, blah. En dan op het einde gingen ze uit het publiek vragen doen. En dan kwamen echt de beste, hardste dissen eruit. En dat vond ik altijd zo leuk. Op een gegeven moment weet ik nog dat ik het doorspoelde. Ja, toen kon je voor het eerst tv terug en doorspoelen. Dat was al nieuw. En dan ging ik altijd aan het einde van Jerry Springer. Dan keek ik het beginnetje en dan ging ik helemaal doorspoelen tot de dissen. Dat ik het zo leuk vond. Ik weet niet waarom. Zo. Trouwens, ik weet het wel omdat ik het leuk vond. Gewoon entertainment. Zo. Ja. En zo, kijk, die grijze uitgroei. Hè? Je ziet het echt al. Je ziet het zo snel op mijn haar. Ik wil niet weten hoe grijs ik ben als ik nu bijvoorbeeld al het kleur weg zou gaan uit mijn haar. Of dat ik het zeg maar uit laat groeien. Ik ben volgens mij zo enorm grijs. Het is gewoon een dingetje bij ons in de familie. Mijn oma was al volledig grijs op haar 23ste of zoiets. Het zit bij ons heel erg in de familie dat iedereen super grijs is. Nou, ik dus ook. Zoals je kan zien. Maar ik ga elke 6, 7, 8 weken naar Jet om te kleuren. Zo. En dan gaan we weer dit doen. Glad maken. Staat hij niet aan? Waarom staat hij uit? Hij is wel nog gloeiend heet. Oh, irritant is dat. Heb ik ook al met de steltank. Daar ben je bezig en dan denk je, waarom wordt die pluk nou niet? En dan zie je dat die uitstaat. En dan hoe lang staat dat ding al uit? Aha, zie, hij is ook wat slapper. Ah, hij staat al flink uit, want hij moet goed opwarmen nu. Ah. Waarom deed ik het tegen mijn voorhoofd aan? Oké, klein stukje verbrand volgens mij. Uit. Zo. Spreetje, ik heb mijn classic Elnet. Ik ben de laatste tijd ook weer een beetje van de toupage. Dus dan doe je zo. Nee, meer. Zo.
wel kammen even zo. En ik merk met toeperen. Oh nee, wacht. Zo. En ik merk met toepage dat een kam die dit heeft het beste werkt. Als je lange tangetjes hebt en voor tot de helft. Zo. Een klein beetje. Zullen we het nu al sprayen? Ja. Ik weet dat jullie haten het als ik het borstel. Blijf het zeggen, maar ik ga gewoon niet met deze crunch look lopen. Dat is gewoon wat ik heb geleerd bij mijn haaropleiding. Want als ik enkel vingers doe, hè? Kom, we gaan het vergelijken. Nou, laten we aan deze kant enkel vingers doen. Dit is enkel vinger, zo. Zo. Zo, not bad. Mooi. Niet verkeerd. Doe een beetje zo. Kan maar met mijn vinger, zo. Oké, gaan we nu de meeste doen. Dan denk je, waarom doe je zelf dat aan? Je moet je voorstellen, ik heb natuurlijk niet mini krulletjes, hè. Dat is een heel ander verhaal. Maar... dit is de look waar ik voor ga. Oké. Deze zachte, romantische krullen. Die langzaamaan ook weer in elkaar gaan vallen. Hè? Dus het is niet alsof het zacht blijft. En dan heb je dus dit. Toch meer crunch. Zacht crunch. En het is een voorkeur. Hè? Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat dit veel meer is waar je voor gaat. Zo. Maar dit is mijn fave look. Romantisch, zacht. Dit is meer, ja, crunchier. Pick your fave. Crunchy of zacht? Laat me even weten bij de comments. Ik ga wel even goed doen. Dan doe ik zo, zeg maar. Duw ik het een beetje omhoog. Om deze zo, vingers een beetje zo. Ook goed beweegt. Ik vind het gewoon wat zachter bewegen. Ik ga het natuurlijk wel even borstelen nu. Zo. En dan zo. Op. Up. Yes! Dit is het. Dit is het. The look of the day. Zo. Tada! Ik hoop dat het lekker erin blijft zitten. En niet dat ik straks ga fietsen en dat ik weer helemaal voor Jan Koek dit heb gedaan. Goed, ik ga even mijn outfit aantrekken. Wat doe je aan als je naar het ziekenhuis gaat? Ik denk comfortabel, dus we hebben hier joggingbroek, t-shirt, deze trui. Nou, ik denk deze look. Gewoon comfy. Het is geen fashion show. Ik vind deze kleur mooi. Ik vind hem best mooi staan ook. Dat beetje dat peach roze. Daar word ik wel blij van. Oké, dat is hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt om mee te kijken met mijn Get Ready With Me. En veel succes met jullie dag. Ik zie jullie snel weer. Bye.